Hussein Dogan, speler van Top Os. Hier heb je van gedroomd scoren op het kasteel tegen Sparta. Dat jullie hier zouden winnen. Hoe blij was je met deze zege? Ja, heel blij. We hebben een missie. We willen de play-offs halen. Daar was deze overwinning heel belangrijk voor. En gelukkig hebben we een bal. Ik zag wel wat emoties loskomen toen jij scoorde. Twee keer. Twee keer kus je ook hier de grond op het kasteel. Waarom? Ja, ik ben een gelovige jongen. Ik ben moslim, wij bidden 5 keer per dag. En daarbij gaan we ook naar de grond. En op die manier wil ik eigenlijk laten zien dat ik de schepper dankbaar ben voor het feit dat ik mag voetballen. Dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. En dat ik zelfs op zo'n hoogtepunt aan mijn schepper denk. En hem dankbaar ben voor ieder moment, zeg maar. Doet het je ergens nog pijn dat je hier nooit echt definitief bent doorgebroken, terwijl dit wel je club is? Nee, pijn niet. Kijk, Sparta is een deel van mijn opvoeding geweest. Sparta is mijn eerste liefde. Dat zal ook altijd zo blijven. En vandaag ben ik wel even thuisgekomen, voor mijn gevoel. En dat zal altijd zo blijven. Wat was heel mooi toen je uiteindelijk van het veld af ging. Toen stond het 1-4. Je scoorde 2 keer. Niet alleen vanuit het uitvak applaus voor Dogan, maar ook van de Sparta-fans. Dat merk je niet in elk stadion. Nee, klopt. Dat is denk ik wel waardering voor het vertoonde spel van vandaag. En daar ben ik ze dankbaar voor. Alleen ja, ik heb altijd wel een goede relatie gehad met onze supporters. En die zitten ook in mijn hart natuurlijk. Ik ben ze dankbaar ervoor. Het doet wel heel veel met je, moet ik zeggen. Ja, wij vonden dat Sparta wat ongeïnspireerd speelde. Mede dat misschien daardoor jullie hier konden winnen. Had je dat idee ook? Of zeg je van, nou ja, misschien zijn dit wel de verhoudingen? Nou, ik weet niet. Ik had het gevoel dat zij... ze komen iets gelukkig op voorsprong. Alleen ik had wel het gevoel dat zij de bovenliggende partij waren natuurlijk de eerste 20 minuten. Dus we houden ons wel staande. Kijk, gelukkig komen we snel op 1-1. Ik denk als je hem daar... Als zij langer daar de 1-0 kunnen vasthouden, zeg maar, dan wordt het moeilijk. Alleen gelukkig komen we, zoals ik zeg, snel op 1-1. Ja, dan kan het alle kanten op. En toen namen we eigenlijk wel de bovenhand voor mijn gevoel. En gelukkig hebben we dat kunnen doorpakken de tweede helft. En belangrijk voor jullie dat jullie Brian Smeets hebben behouden. Hè? Want in de winterstop zou hij naar Sparta gaan. Alles leek al in kan en kruiken. Hij is bij jullie gebleven. Ja, zeker nu blijkt hij hoe belangrijk hij is. Hij maakt zelf de 1-2. Hij bereidt jou 1-3 voor. Zeker. Brian Smeets, fantastisch speler. Ik denk als je ziet die meters die hij maakt, volgens mij bij het tweede doelpunt, dat hij op de 16 begint. Hij krijgt een uitgooi, hij speelt hem naar de zijkant, hij even snel door. Ja, dan is dat van een hele grote klasse, denk ik. En wij zijn allemaal heel erg blij met Brian en dat weet hij zelf ook.